Freaky Age-frontman Lenny Krabbe is druk bezig in de studio van zijn vader in Ternat. Niet alleen voor Freaky Age, maar ook voor zijn solo-project Len Sharp. 10 jaar na het eerste concert van de Ternatse band vond Lenny de tijd rijp om solo te gaan. Every time I sit down, it's like my legs go numb. And each time I get up, I can't get my eyes straight. I don't think it helps staying up this late. Ik vond het wel eens een moment om de dingen dat ik naast Freak Age altijd heb blijven schrijven en de rustigere muziek dat ik zelf ook een beetje naar luister, van daar eindelijk ook eens een project van te maken en van het dan solo te gaan doen of met andere muzikanten afhankelijk van wat die nummers nodig hebben en zo. Ik heb daar wel al even nood aan om zo daarnaast ook iets anders te gaan doen. Zo. Ja. En dat onder de noemer Len Sharp, van waar die naam? Dat is best een grappig verhaal eigenlijk. Ik heb... Jaren geleden is er eigenlijk al op een familiefeest is dat altijd ter sprake gekomen dat mijn grootmoeder eigenlijk niet weet wie dat haar echte vader is. En we hebben foto's teruggevonden van mijn overgrootmoeder met een Duitser en met een Engelsman en met een Indiër met een tulband op zijn hoofd en zo. Dat was heel weird allemaal. En op de foto's van achter met die Engelsman stond er Len Sharp op, dus dan moet die kerel zijn naam zijn. En dat zou dus dat is de kerel waarvan we het meeste denken dat het de vader zou kunnen zijn van mijn grootmoeder. Dus vanaf dat ik dacht aan een naam voor een soloproject en ik wou dat niet onder Lenny Krabbe doen, dacht ik van ja, waarom niet iets korters? En dan kwam ik vrij snel uit, ja, waarom niet Len Sharp? En mijn grootmoeder was in het begin zo, maar je gaat het toch niet doen? Man? Nee, je kunt dat niet maken. Hè? Maar uiteindelijk, nu vindt het wel oké. Each night I hope this time they won't call. I keep my head high and turn to the sky and beg for control. I beg for control. I beg for control, but it never shows. Het is meer akoestisch, het is een beetje meer met violen en piano's. En een beetje meer laid-back muziek om in uw zetel naar te luisteren en zo. Ja. Het zou fijn zijn moesten mensen ook eens een andere kant zien van mij en zien dat er ook hier andere nummers aan het borrelen zijn en dat het niet altijd heel energiek en heel springen en Duracell konijn op podium, maar dat het ook heel, heel ingetogen mag zijn en dat ik dat... Ja, dat is een groot deel van mijn muzikale inspiratie komt ook uit artiesten die heel rustig en heel breekbaar en heel fragiel hun ding brengen. En ik wil dat ook doen. Just how do you know if this is your time, if it's the right road? Lenny is net terug uit Berlijn, waar hij enkele maanden aan zijn soloproject werkte. Om nummers die ik al geschreven had, een beetje meer vorm te geven. En om ook gewoon in alle rust gewoon verder te kunnen schrijven en aan nieuwe dingen te kunnen schrijven. Soms is het een beetje makkelijker om dingen van op een afstand te bekijken als je effectief op een afstand gaat zitten, snap je? Wanneer kunnen we de eerste plaat verwachten? Nu moet ik voorzichtig zijn, want ik mag mezelf hier niet in deadlines gaan werken en zo. Maar dat zal niet heel lang meer duren. Ik denk dat voor het einde van het jaar, dus voor begin 2015 of januari 2015, zal er een eerste single op de radio zijn en dan de plaat zal kort daarna volgen. Ja. I crave for more. What am I looking for? I need to watch out for traps in the crowd and beg for control. En hoe reageert de rest van Freaky Age op uw soloproject? Nou, alleen maar goed. Dus zij zullen op de eerste rij staan als echte die-hard fans? Ja, dat is wel een moment waar ik naar uitkijk eigenlijk. Hoewel dat al gebeurd is bij akoestische sessies, als zij daar ook zijn, maar dan is dat anders, want dan zijn dat nummers van met de band en zo. Het gaat wel raar zijn vanaf dat ik ga beginnen optreden, dat er effectief een moment komt waar zij alle drie van mijn neus staan en zo ja, naar mijn optreden komen kijken. Just how do you know if this is your time?